Vandaag hebben wij een thema-uitzending over hoe houden we zin in zeilen. Driekwart van de Nederlandse bootbezitters is ouder dan 50 jaar en jongeren komen er maar mondjesmaat bij. Ja, toch weet iedereen nog wel zijn eerste zeilkamp te herinneren. Maar ja, waar blijven ze, die zeilers? En hoe houden we ze binnen de sport? Ja, nou, wij gaan dat vragen bij familiebedrijf Zeilschool de Veenhol. Ja, en niemand minder dan Max Blom van het Watersportverbond. Maar eerst gaan we eventjes naar de nieuwsupdate. En vorige week hadden we het al over de Van de Artiek, de wedstrijd naar de Poolcirkel. En de boten zijn een week onderweg. Ze zijn nog een paar dagen bezig waarschijnlijk, want ze zijn alweer op de terugweg van IJsland. En van de 20 deelnemers zijn er een aantal uitgevallen, maar de slijtageslag was niet zo groot als ik van tevoren had gedacht. Niet hele harde wind, veel aan de wind zeilen. En dat is leuk, want de winnaars, de kopgroep, die bestaat uit de superfoilers, de hele snelle boten. Maar de iets minder goede boten, de wat oudere boten, kunnen prima bijblijven. We hebben de groep 2 met daarin Samantha Davis. Die kennen we natuurlijk van het SCA-project. Zij was de schipper in de Volvo Ocean Race. De Duitser Boris Herman, die ligt er ook nog goed bij. Nou ja. Ze zijn heerlijk ervaren en komen binnenkort weer terug in Frankrijk. Ja, en in Nederland hebben we ook nog wat wedstrijdnieuws. De Noordzeeclub maakt onlangs wel bekend dat er geen verbondsbezem gevaren wordt. Maar het mooie nieuws is dat er wel Nederlands kampioenschappen gevaren gaan worden dit najaar. Dus er wordt toch nog een mooi najaarsseizoen gezeild. Ik ben vandaag nog op de zeilmakerij even en ik sprak met Erik en Marije Zandstra van het familiebedrijf Zeilschool de Veenhoop. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Nou, om maar gelijk met onze brandende vraag te beginnen, hoe houden wij zin in zeilen? Ja, hoe houden we zin in zeilen? Ik denk dat het voor ons als zeilschool heel erg belangrijk is dat je een combinatie hebt tussen het zeilen, waar de kinderen voor zijn, maar ook echte gezelligheid. Dus de gezelligheid aan boord, maar ook op de wal, dat je leuke dingen met ze doet. En dat het naast het zeilen ook echt gaat om de gezelligheid met elkaar en andere dingen dan zeilen. Oh, dus een echt goed ouderwets zeilkampen, zoals ik dat ook nog ken van vroeger. Juist. Ja, dat klopt. Ouderwets met een net iets nieuwere invulling qua tijd en dat soort zaken. Ja. Dus als de kinderen een kamp doorlopen hebben, wat voor skills komen ze dan mee de zeilwereld in? Nou, wij zijn natuurlijk aangesloten bij het CWO. En daar hebben we allemaal, hoe noemen we dat? Eisen. Eisen. En die eisen die gaan ze gewoon tijdens de week gaan we die behandelen. En aan het einde van de week krijgen ze daarvoor gewoon een diploma. Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat de kinderen aan het einde van de week van A naar B kunnen varen zelf met een instructeur erbij of als we op de hogere niveaus zitten, gewoon alleen. Zie jij dan een grote doorstroom van jullie zeilkampen naar open bootjes zeilen, kajuitboten of wedstrijdzeilen? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. En dat is denk ik ook een beetje waar de crux ligt waarom we hierover spreken. Wat wij merken is dat heel veel kinderen die komen alleen bij ons zeilen één keer in het jaar. En daarbuiten wordt er nog niet heel veel gezeild. En dat is denk ik een uitdaging om ervoor te zorgen dat kinderen op oudere leeftijd ook door blijven zeilen. Wat wij nu gewoon merken is dat de kinderen vooral bij ons alleen zeilen. Is wedstrijdzeilen voor jullie als zeilschool belangrijk? Ik denk dat het voor ons, als je het aan onszelf vraagt, voor ons persoonlijk vinden wij wedstrijdzeilen heel erg belangrijk. Vinden we het ook heel leuk en zouden we het graag willen doen. Alleen als je kijkt naar de zeilschool, dan is denk ik 10% van onze groep die wedstrijdzeilen echt super leuk vindt. En ook daar dat vaker wil doen. Maar de rest vindt dat iets minder leuk. En ja, dat verschil, dat hou je altijd. Maar het moet voor iedereen heel leuk blijven. Voor de wedstrijdzeilers doen we soms een wedstrijdje ertussendoor. Maar ook de andere kinderen moeten het hier leuk hebben, die wedstrijdzeilen wat minder leuk vinden. En daar gaan we lekker tochten mee varen met z'n allen. Dat is natuurlijk het belangrijkste, dat iedereen het naar zijn zin heeft. Ja, klopt. Zeker.
En wat kan het watersportverbond voor jullie en jonge zeilers betekenen? Nou, ik denk dat het watersportverbond, die richten zich nu best wel veel op het wedstrijdzeilen. En daar is denk ik, daar is deels natuurlijk wel wat voor te zeggen. Dat die wedstrijdzeiltak is ook heel belangrijk. Maar ik denk dat ze meer handvaten kunnen bieden op het gebied van het algehele plezier in het zeilen. Dus niet alleen wedstrijdgerelateerd. Hier bij ons aangeschoven is Max Blom van het Watersportverbond. Samen gaan we kijken hoe we zeilers binnen de sport kunnen krijgen en houden. Goedemorgen, Max. Goedemorgen. Nou, laat ik alleen maar met de deur in huis vallen. Zeilers binnen de sport zien te krijgen en te houden. Is er een probleem dan? Nou, er is best wel een uitdaging. En die heeft er alles mee te maken dat de zeilsport als zodanig eigenlijk niet echt georganiseerd is. Als je kinderen aflevert bij de voetbal- of hockeyvereniging, dan worden ze van het begin tot het einde begeleid. En er zijn er duidelijke structuren, is er talentontwikkeling en is eigenlijk het hele pad vanaf de welpjes tot aan het nationale elftal is geplaveid, is georganiseerd. In de zeilerij zijn we eigenlijk al sinds jaar en dag gewend dat kinderen voortkomen in de sport met het bestaan van zeilfamilies. Dat is de laatste tijd veel minder aan het worden. En we moeten dus een weg zien te vinden om jeugd die niet direct geboren is in een zeilfamilie, toch ook te enthousiasmeren voor de sport. En het moet dus makkelijker gemaakt worden en duidelijker gemaakt worden, hoe kom ik nou in die zeilerij terecht en hoe ga ik daar mijn weg in vinden. En dat is een van de grotere uitdagingen die ik wat mij betreft met de platform wedstrijdzeilen op het bordje heb liggen. Maar die families, er zijn nog steeds families en die zeilen toch ook? Of wat is daar veranderd dan? We moeten juist die basis die er nu nog is koesteren en ook gaan gebruiken om nu verder te borduren. Maar daarnaast moet er een pad ontwikkeld worden dat het ook voor kinderen die de weg niet via zeg maar, de wieg gevonden hebben, we noemen dat het sporttasprincipe, dat we die jeugd makkelijker faciliteren, dat die op verenigingen aan kunnen komen, dat daar bootjes zijn, dat daar coaches zijn en trainers. En dat zij op die manier hun weg vinden in de sport. Het sporttasprincipe. Het sporttasprincipe. Dat is een term die wij al binnen het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen 7 jaar geleden opgericht hebben gehanteerd. Omdat wij toen al merkten dat het lastig was om jeugd te enthousiasmeren voor de sport. Omdat het te complex is en wellicht ook kostbaar. Dus je moet drempels zien te verlagen. En wij hebben eigenlijk toen bedacht dat een kind moet met een sporttas een kleedkamer van een watersportvereniging binnen kunnen lopen. Daar genieten van de sport in iedere vorm en op allerlei verschillende manieren. En daarna met zijn sporttas weer naar huis. En welke rol zouden de zeilscholen daarin kunnen spelen? De zeilscholen is een fenomeen in Nederland wat natuurlijk gebaseerd is op een commercieel model. Maar dat zorgt er wel voor dat duizenden kinderen in een seizoen kennis maken met zeilen. En dat beperkt zich natuurlijk tot vakantievertier, tot buitenschoolse opvang, waar ze tegelijkertijd veel kennis op doen als het gaat over hoe tuig ik een boot op, hoe zeil ik rond het eiland, hoe maak ik een kampvuur, hoe heb ik vooral veel lol met mezelf, vriendinnen en vriendjes. En dat is heel mooi, dat is heel goed. Alleen wat zo jammer is op dit moment, is dat er op te weinig momenten een brug geslagen wordt, want het is natuurlijk een geweldige kans dat je die kinderen op dat moment in een boot hebt, en dat er dan te weinig gebruik gemaakt wordt van de kans om een brug te slaan naar de zeilsport. Watersportverbond, jullie zijn hartstikke goed bezig met om de zeilsport weer levend onder de jongen te krijgen. Ga daar zo mee door. Alleen besef je wel dat zeilen niet alleen wedstrijden is, maar dat er veel meer en veel leukere dingen zijn ook dan wedstrijdzeilen aan de zeilsport. Ja, ik heb dat berichtje van Marije en Erik gezien. En ik weet om te beginnen niet of zij zelf wel eens wedstrijd gezeild hebben. Dus ik weet ook niet of zij over iets oordelen waar ze zelf ervaring in hebben. Natuurlijk is het zo dat heel veel jeugd dat wedstrijdelement niet ziet zitten.
En dat is ook prima, want het gaat er ons om dat heel veel mensen blijven zeilen. En in welke vorm ze dat doen, dat vinden we eigenlijk minder belangrijk. Het is wel zo dat van die duizenden kinderen die de zeilscholen bezoeken, nou, laten we nou eens zeggen dat wij 10% daarvan wel geïnteresseerd zouden kunnen krijgen in de sport. Dan is dat al voor de wedstrijdsport een enorme winst. Je hoort mij zeker niet zeggen dat ieder kind per se in een wedstrijdboot moet stappen. Ik heb alle respect voor recreatief zeilen, voor toervaren. Dat is allemaal prima. Ik hoop alleen dat Marije en Erik ook openstaan voor het feit dat er wel degelijk ook kinderen zijn die dat competitieelement wel leuk vinden. Hm. En nogmaals, als ze zelf wel eens wedstrijd gezeld, weten ze waar ze het over hebben. Want het is hartstikke leuk. Ja, vast wel, denk ik. Als je zo'n fanatieke zeiler bent, dan heb je ook wel eens een wedstrijdje gevaren. Ik neem het ook. Wanneer denk jij dat je tevreden bent en dat jouw doel behaald is? Dat is op het moment dat ik het gevoel heb, zoals we het gesprekje ook begonnen, dat de sport georganiseerd is. Dat het voor een buitenstaander makkelijk te begrijpen is hoe die onderdeel kan worden van onze mooie sport. Dat het toegankelijk is, dat de opleidingen duidelijk zijn, dat alles en iedereen die je daarbij nodig hebt makkelijker te vinden zijn. Ja, dat de poorten echt openstaan om die sport makkelijk in te komen. Als ik het gevoel heb, zeilen is nu georganiseerd, dan ben ik eigenlijk tevreden en dan is mijn doel op dat moment bereikt. Maar daarnaast zijn er nog heel veel meer ambities die parallel daaraan lopen. Maar dat is een hele belangrijke. En wat zijn jouw plannen om dit onder de aandacht van het grote publiek te krijgen? Hoe ga je dit vermarkten door middel van rolmodellen? Of hoe zien wij dat voor ons? Nou ja, we hebben het er net over gehad. De zeilscholen die kunnen daar een enorme belangrijke rol in spelen. We hebben ook natuurlijk een fenomeen als Optimist on Tour. Die reizen met grote evenementen langs gemeentes, waar ook honderden kinderen kennis maken met een zeilbootje. Als verenigingen aanhaken en gelinkt worden aan Optimist on Tour en verenigingen, dan krijg je een absolute doorstroom van honderden, zo niet duizenden kinderen die op enige manier kennis maken met de sport. Ja, 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 zeker. Als het gaat over de helden, dat is wat mij betreft plan 2. Want je gaat pas over helden nadenken als je onderdeel bent van die sport. Ik denk niet dat er heel veel kinderen, jeugd is, die zeggen van oh, ik zie maar het bouwmeester voorbij vliegen een keertje en nu ga ik ook eens zeilen. Ik denk dat je toch een keer het gevoel moet hebben gehad in een bootje om daar enthousiast van te worden. En ik geef altijd het voorbeeld van laat iedereen die in Nederland zijn rijbewijs haalt, geeft die ook eens een paar tickets om op het circuit van Zandvoort te kunnen racen. Dan zouden we heel veel meer Max Verstappers hebben in Nederland. Dus iedereen die zijn CBO haalt, die mag ook een keertje mee op een wedstrijdschip. Bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat is die benadering vanuit de zeilscholen. Ik hoop oprecht dat de zeilschoolhouders mee willen werken. Want die weten natuurlijk wel de weg. En zo niet, dan gaan we zorgen dat ze de weg weten. En dat die de kinderen dus ook tijdens het diner aan het einde van een zeildag vertellen, jongens, we zijn nu lekker rond de plas gezeild, maar weten ook dat er iets meer is en dat je ook de wedstrijdsport in kan. Nou, laten we hopen dat we meer Max Verstappers in de zeilsport zo gaan creëren. Ja. Wel. Heel erg bedankt. Want de motor bij hem gaat wel eens kapot, maar wij hebben de wind. Max Blom. Ja, het verbond wil het sneller, makkelijker. Je hebt natuurlijk de Optimist on Tour, dat is leuk. En die online opleidingen. Het werkt ook wel. Ja, maar goed, het blijft natuurlijk echt de wedstrijdzeiler, hè, die Max. Hij wil ze allemaal op de wedstrijdbaan krijgen. En ook hebben wij weer iets van Teun gekregen. Waar is Teun vandaag? Kijk zelf maar. Teuntje. Tot volgende week met weer een nieuwe update. Tot volgende week.